En dan nu onze nieuwsflits met goed nieuws. De walvis Zoekie heeft een tweeling gekregen. Deze zomer gaan de muggen in staking. De kwallen hebben onze stranden verlaten en zijn naar diepzee gegaan. En dan krijgt u binnenkort een reportage te zien over het eilandje van Ovide en zijn vriendjes. Wat? Jazeker. Een cameraploeg van ons is al onderweg en zal morgen op het eiland aankomen. Zo, die reportage mag niet lukken, begrepen? Hij mag niet lukken! Begrepen, Pie. Maar hoe houden we ze tegen? Kom mee! Mijn geniale hersens hebben me al op een idee gebracht. Steenkop! Ik ben het, Zozo. Daar ben je dan. Kijk dan. Is dit nou je plan, Pie? Luister eens even, Steenkop. Wil je truffels? Ik weet waar je die kan vinden. Welkom op ons eiland. Hallo daar en dankjewel. Ik ben Kelly. Hou vast, Pie. Ik hou niet meer. Nog niet loslaten. 4, 3, 2, 1. Nee. We hebben voor deze plek gekozen vanwege de westenwind. Redden wie zich redden kan! Zeker een plaatselijk gebruik van jullie! Oh nee! Truffels? Hier? Dat noemen ze nou omhoog vallen. Het wordt nou tijd om terug naar huis te gaan. Begrepen? Kijk uit, Ovide! Oh, stop, varken!
gehakt, mannen. Olé! Olé! Bravo, Ovide! Olé! Oef, wat een gevecht. Ja, dat was fantastisch, Ovide. Hoe vond je ons? Jullie hebben gevochten als leden. Die camera is er geweest. Ik ga gauw een andere halen. Morgenochtend ben ik terug. Dag. Voor een mooie reportage was dat een mooie reportage. Luister, Steenkop. Dat was echt een heel gemene grap. Die truffels bij ons te begraven. Hier, voor jou. En blijf voortaan hier. Als je het mij vraagt, staat Piet daarachter. Ja, misschien. Met zulke hoge golven komt ze vast niet. Ovide! Ovide! Kijk eens! Wat een ontvangst, mensen. Ovide en zijn vrienden waren enorm moedig toen ze dit monster zagen dat rechtstreeks uit het donkere woud op ons afstormde. Bewees Ovide hoe moedig hij was en loste hij de situatie in alle kalmte op. 10, 20 keer stonden we oog in oog met de dood, maar zonder één stap opzij te doen weerstond Ovide het monster slechts gewapend met een rode lap en zijn legendarische moed. Wat is dat? En zo liep alles goed af. Dankzij Ovide en zijn vrienden is dit de mooiste reportage geworden die ik ooit heb gemaakt. Bedankt voor deze mooie film, Kelly. Goed. En tot ziens, Ovide. Nee! Aardig van die Kelly, dat ze die scène eruit geknipt heeft, toen je helemaal in stierenvechterscape zat gewikkeld. Ik ken niemand die niet zo heel erg blij zal zijn met die reportage. Oh, hebben die geniale hersenen van je nu een nieuw plan, Pie? Rustig maar, Steenkop, rustig, echt. Ik weet geen truffels meer te liggen, ik zweer het je, ik geef je mijn woord. Ja.
Wow.